Oké. Nou, ze hebben al jaren geen griep gehad. Ja, we gaan nou beginnen. Anders gaan we hier lopen communiceren. Oké, nou, sterkte in ieder geval ermee. Met de ziektepalen. We gaan het tweede gedeelte verder, ja. Over het Koninkrijk Gods. Even kijken hoor, want ik heb de verkeerde. Ja, we gaan weer even naar Handelingen 28 vers 23. Handelingen 28 vers 23. Oh ja, nou goed, dus daar zie je dus nu Paulus. We hebben nu even gesproken over het Koninkrijk Gods vanuit het Oude Testament, zoals dat geprofeteerd is en wat ook eenmaal zijn vervulling zal hebben. Even voor die reclames. Hoe het gaat, zal ik ook een paar keer reclame voorbij schieten. Dat ik dan, ja. Maar goed. Nu spreekt Paulus dus tegen de Joden. En hij zegt, daar staat hij, terwijl hij het Koninkrijk Gods uitlegde. En betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten. Want dat is morgens vroeg tot de avond toe. Daar moeten we niet gaan lezen van dat hij aan hun de wet ging verkondigen. En dat soort dingen. Nee, tot het geloof van Jezus, ja. Uit de wet van Mozes en de profeten. Nou, we hebben net in het vorige stukje gezien, in Lucas 24, dat hij hun uitlegde dat al wat van hem geschreven was, ja, in de wet, profeten, psalmen, dat hij de vervulling daarvan was. Dus wat Paulus doet, die legt natuurlijk aan hun uit dat die Jezus die hij verkondigt, is die Jezus die aan Israël altijd geprofeteerd is. Ja, en wat is dan het geloof van Jezus, ja? Ja, dat is de invulling die Paulus eraan geeft. Dat is niet in verband met het Koninkrijk Gods wat op aarde is. Maar het Koninkrijk Gods wat Paulus heeft verteld. Wat in een nieuwe bedeling, een andere bestemming. En ja, het is wel het Koninkrijk Gods. Maar toch op een andere locatie, een andere inhoud. Paulus heeft nooit het Koninkrijk Gods vanuit de profetieën verkondigd. Ook in het begin niet, wat sommige mensen ook beweren. Mensen beweren dat in Handeling 28 heeft Paulus over dat Koninkrijk Gods gesproken. Voor Israël. En waarom zeggen ze dat? Omdat ze zien dat Paulus die tekenen doet. Hij ging elke keer naar de Joden toe. Dus concludeert men. Ja, zie je wel. Dus hij heeft de 12 hebben dan. Ik weet niet wat ze daarvan zeggen. Die zijn nog gefaald. Of die zijn binnen Israël gebleven. En Paulus is buiten Israël naar de Joden gegaan. En heeft dat ook nog steeds aan hun verteld. En toen uiteindelijk in Handeling 28 aan het eind. Toen was het de maat vol, heeft God gezegd, en nu ga ik naar de heidenen toe. Nee, God is onmiddellijk al naar de heidenen gegaan. Maar ze snappen niet waarom Paulus eerst naar de Joden ging. En dat heeft met die bediening te maken om hun tot jaloersheid te brengen tijdens die vermindering. Maar goed, dat ga ik de volgende keer uitgebreid behandelen, want dat is een heel, heel belangrijk punt. Dat we echt heel, heel goed moeten begrijpen. Maar dat doen we de volgende keer. Paulus sprak dus niet over dat Koninkrijk Gods waar we de net de hele tijd over gesproken hebben. Het heet wel het Koninkrijk Gods, maar het is niet hetzelfde. Daar sprak hij niet over. En we zien 5 keer in het boek Handelingen, want daar zijn we in feite mee bezig, dat hij over het Koninkrijk Gods, zien we dat hij daarover spreekt. Hier zien we het staan, we zien het aan het eind van het hoofdstuk staan. Maar ga met mij mee in hoofdstuk 19 vers 8, Handelingen 19 vers 8. En vorige week hebben we het ook al even gezien dat Paulus zegt in Handelingen 14 dat wij moeten door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods ingaan. Ja? Nou, nogmaals, als je inderdaad het woord niet recht snijdt, dan ga je toch door in het verlengde van wat we net zojuist in het eerste stuk gezien hebben. Het heet allebei het Koninkrijk Gods. Net zoals met de gemeente. Het is toch ook, hij heeft de gemeente vervolgd. En Paulus zegt ook, die praat ook over de gemeente. Dus als je niet recht snijdt, en niet ziet Paulus als je apostel, ga je gewoon in dat spoor verder. Recht tevoren trekken, ja? Maar dat zijn geen, dat klopt niet. Het heeft allemaal te maken met de erkentenis van dat Paulus een aparte bediening heeft. Nou, als we zijn in Handelingen 19, vers 8, dan zien we ook weer, in Efeze is dat. En hij ging waar naartoe? In de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Met wie sprak hij daar in de synagoge? Met de Joden. Met hun was hij aan het handelen en hij raadde hun aanraden. Wanneer ga je iemand aanraden? Ja?
Ja, die probeert iemand tot het geloof te bewegen. Dat hij gered wordt. En dan praat hij over de zaken van het koninkrijk Gods. Dus Paulus spreekt hier ook over het koninkrijk van God. Ja? Nou, hij zit in Efeze. En als je kijkt in vers 10. En dit geschiedde 2 jaar lang. Dus 2 jaar lang. Want hij was, dat vergeten we, sorry, ik sla die tekst over. Maar in vers 9 gaat hij dus naar die school. Uit de synagoge. En dan blijft hij daar 2 jaar lang. Ja. Daarover spreken. Alzo dat allen die in Azië woonden. Het woord des Heren Jezus hoorden. Beide Joden en Grieken. Allen die in Azië woonden. Dus dat hele gebied in Azië, in Turkije daar. Nou, we weten onder andere Laodicea, Colosse liggen daar ook. Iedereen die daar woonde, die hoorde dat. Dus een enorme bediening die daarvan uitging. En ze hoorden allemaal het woord des Heren Jezus. En dat is wel wat Paulus verkondigde. Dat woord, dat hebben ze allemaal gehoord. En je ziet, Paulus deed ongewone krachten. Maar er staat ook, beiden, Joden en Grieken, overal. Nou, dat zien wij. 2 jaar in Efeze doet Paulus dat. En we weten onder andere, Colosse ligt daar ook. En daar is ook een brief naartoe geschreven later. En er is ook een gemeente uit ontstaan. Ga met mij mee nu even naar Efeze. Want hij staat dus in Efeze. En daar heeft hij dus later ook een brief naartoe gestuurd. Toen hij eenmaal in gevangen zat. En dan zien we in Efeze 4. Hij sprak dus over het koninkrijk Gods. In Efeze 5. Dan zie je. Dat gaat over niet met hoereren bezig zijn, vers 3, en al dat soort dingen. Gekkenij, oneerbaarheid, die betamen niet in vers 4 aan het eind. Veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierige, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Hier spreekt hij over gelovigen. Ja, als gelovigen kan je ook een... Kijk, als wij gered worden, hebben we een erfenis. Dat is het eeuwige leven. Maar je kan daarnaast nog meer erfenis krijgen. En dat betekent, ik zit in het koninkrijk God, maar in het koninkrijk kan ik ook nog dingen erven. Daar spreekt hij over, heeft met loon te maken. Dus een gelovige die dat soort dingen doet, heeft geen erfenis in het koninkrijk van God. Hij zit al in het koninkrijk, maar in het koninkrijk krijgt hij geen erfenis. Nou, hij zegt hier, in het koninkrijk van Christus en van God, dus het koninkrijk van God. Dus Paulus spreekt over het koninkrijk Gods in Handelingen, daar, terwijl hij daar was. Hij schrijft een brief naar hun daarna. Dus hij gaat uit van het feit, ze zitten in het koninkrijk, maar met zulk gedrag. Je wandel is niet in overeenstemming met wie je bent. En in vers 4 roept hij, hoofdstuk 4 roept hij ze ook op. Wandelt waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt. Nou, wat is nou de toegang van het koninkrijk Gods? Hoe was dat met dit, hè, met Israël? Hoe kom jij in het koninkrijk? De voorwaarden. Je moest geloven, maar buiten dat moest gedood worden. Hoe komen wij in het koninkrijk van God? Geloof, ook doop. Als wij niet gedoopt zijn, worden wij ook niet gered hoor. Zitten wij ook niet in het koninkrijk? Dat is een strikvraag, hè? Maar welke doop spreken we over? En daar zit hem nou net de kneep natuurlijk. En dat is vers, hoofdstuk 4, vers 5. 1 Heere, 1 geloof, 1 doop. Dus bij ons is het ook, als je niet gedoopt bent, ben je niet zalig. Je moet gedoopt zijn. Dus het koninkrijk waarin wij gaan, de toegang is natuurlijk het geloof, maar het geloof in ons is tegelijkertijd doop. Het is niet, ik geloof en dan laat ik mij dopen. Nee, ik geloof en op dat moment ben ik gelijk gedoopt, want dat zegt in 1 Korinther 12 vers 13. Laten we even kijken. En 1 Korinther 12, wanneer is die geschreven? Nou, dat is geschreven tijdens de reizen van Paulus in Handelingen. In Handelingen. De brief aan de Korintiërs is geschreven vanuit Efeze. Schiet me nou te midden. We lazen net in Efeze dat hij daar was, 2 jaar lang. In die tijd heeft hij ook de brief aan de Korintiërs geschreven. En dan zegt hij in de Korintiërs, ik ben niet gezonden om te dopen. Dan spreekt hij over de doop met water. Maar wat zegt hij dan in hoofdstuk 12, vers 13... Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En dan zie je het, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedenkt. Je ziet hier totaal iedereen gewoon. Je ziet hier helemaal niet meer, waar we het net over hadden, over het koninkrijk Gods, had alleen maar constant, alleen maar over Israël. Ja, alleen over Israël. En dan
Daarna gaan zij naar de heidenen toe. Maar het gaat alleen maar daarover. Nu spreken we hier, dat hele verschil is weg. We spreken hier over Joden en Grieken. In het lichaam, natuurlijk, ja, lichaam. We kijken misschien wel echt lichaam met armen en benen en zo. Het is een uitdrukking. Het is met elkaar een lichaam. Maar jullie weten zelf ook wel, ja, zie ik eruit als een teen? Nee, toch? Nee, toch? Hopelijk niet, toch? Nee. Of als een, nou noem maar wat, een onderdeel van het lichaam. Ja? Nee, dus, maar het wordt wel zo genoemd, ja? Dus het is een geestelijk begrip. Christus is het hoofd. Ja, zien we dat hoofd? Ja, hij is dat. In het hoofd zit de hersenen, het denken. Hij bestuurt het. Maar we zijn in het lichaam gedoopt, ja? We zijn, en maar wat zegt hij dan? Wij zijn toch gezet in de hemelen? Dus we zitten in het lichaam, we zitten in dat koninkrijk. En de toegang is door die doop. Op dat moment dat je gelooft, ben je gedoopt. Maar wie zijn dat? Zijn de Joden en Grieken. En het is door die ene doop. En dat is het koninkrijk Gods waar Paulus over spreekt. Dus kijk even met me mee in Colossenzen 1 vers 5. Colossenzen 1 vers 5. Nou, hè? Iedereen in Azië hoort het. Nou, Paulus is, we zitten in Handelingen 28, is gevangen genomen. En in die gevangenschap schrijft hij zijn brieven. De eerste gevangenschap, waaronder Efeze en Colossense. En Colosse ligt in het gebied van Azië. Daar is die gemeente uit, is ontstaan door zijn bediening in Efeze. En dan schrijft hij aan hun in vers 5, 1 vers 5, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt. Zie je, waar is de hoop? Onze hoop is in de hemelen. Welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u van die dag af, dat gij gehoord hebt, en dan de genade Gods in waarheid bekend hebt. Heel duidelijk, de genade Gods, het evangelie van Gods genade. En niet het evangelie van het koninkrijk. Dat hebben ze gehoord, maar ze hebben het in waarheid bekend. Het is waar. Ze hebben het aangenomen. Vanaf dat moment hebben ze die hoop, die is voor hun reeds weggelegd in de hemelen. Daar, dat koninkrijk. En daarom zegt hij in vers 13 ook, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij hebben helemaal geen geschiedenis van met God uit Egypte en dat we de verbonden hebben en de wet en de tempel en relatie en dat we opnieuw uit God geboren moeten worden. Totaal niets van het alles. Wij zaten gewoon, wij waren in de macht van de duisternis. Pas boem. We waren kinderen van de duivel. Ja? En nu zaten we in zijn koninkrijk, in zijn macht. En nu zegt hij, we zijn, 1 Korinthe 12 vers 13, we zijn gedoopt, ja, in dat lichaam van Christus. Op dat moment zijn we gelijk overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Daar spreekt Paulus over. Dat is dat koninkrijk. Het lichaam van Christus. Wij zijn daarin overgezet op dat moment. Het is voor ons geen toekomst. Voor Israël was het zo. Kijk hier, dat tekeningetje weer. Je hebt hier het kruis. En dan worden ze hier, roept hij op tot bekering met Handelingen 2. Heilige Geest uitgestort. En Peter zegt ook, word behouden van dit verkeerd geslacht. Maar voor hun zal de zaligheid eenmaal zijn als dat koninkrijk er is. Dan is het werkelijkheid. Komt de Heer Jezus Christus namelijk terug naar de aarde. En dan zal die, dat kaf, of het tarwe, zal hup in de schuur gebracht worden. Wij op dit moment, zijn nu op dit moment gelijk, zijn we in de hemel. Zijn we al gezet in dat nieuwe koninkrijk. Dat is gebeurd. En in Colossense 4 noemt hij het ook. En Jezus zegt, Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk Gods. Sorry, 4 vers 11. Dus, ja, dat hoor je ook wel eens, die uitdrukking, hè. We zijn allemaal, we moeten allemaal arbeiden in het koninkrijk van God. Nu, hè, dit. En wat doet men mee? Want dat is eigenlijk het verhaal. Dat we lazen in Daniel 2, dat koninkrijk, die steen, ja. En dat wordt groter en groter en groter. Men zegt dan, het koninkrijk van Gods is geestelijk, nu, al 1000 jaar, tweede, en dat wordt, dat lichaam van Christus, dat de kerk, ja, die moet groter en groter en groter worden, en uiteindelijk zal het de hele aarde gaan bezitten. Dat staat helemaal nergens op. Wat Paulus hier bedoelt, wij zijn medewerkers in het koninkrijk Gods. Het koninkrijk Gods waar hij over spreekt. Ja, dat in de hemel is. En daar zijn wij dus medearbeiders van.
Want waar is ons burgerschap? Dat is in de hemel. Het koninkrijk in de hemel. Dus in ieder die... We zijn bezig, ja, in alles wat je doet nu ook al, aan het investeren van je toekomst. Wat ik nu als je over je loon spreekt, weet je, dat is, het is reeds weggelegd in de hemel, maar mijn loon zal ook daar in de hemel zijn. God zal mij belonen, dat doet hij. Dat zegt hij. En alles wat je doet nu, is arbeiden in het koninkrijk Gods, maar dan wel het koninkrijk Gods, niet op aarde, want dat is het nu helemaal niet. Je kan werken wat je wil, en men probeert allemaal, dat zien we ook, we gaan naar de armen en we gaan dit en dat en dat en dat allemaal doen, allemaal in dat zogenaamde koninkrijk Gods hier op aarde. Maar dat is er helemaal niet. Het bestaat gewoon niet. Het is geen koninkrijk Gods op aarde nu. Is er gewoon niet. Dat komt wel, maar dat is nog toekomst. Nou kijk, dan zien wij dus de toegang tot het koninkrijk is dus door de doop, door de Heilige Geest. We weten, bij allebei is het de doop. Bij de een is het letterlijk de doop met water en uiteindelijk ook dat ze de Heilige Geest ontvangen natuurlijk. En bij ons is de geestelijke doop. En wij het horen, dan zijn we er. Dus de toegang is anders, maar ook de locatie van het koninkrijk Gods, waar Paulus over spreekt, is ook anders. Want we spreken natuurlijk op aarde, maar nu, hoe weten wij nou dat het in de hemel is? Nou, kijk even bij mij 1 Korinthe 15. En dan zien wij dat Paulus spreekt over een verborgenheid. En daarom kunnen we dat ook nergens in de Bijbel vinden. 1 Korinthe 15. Pas bij Paulus gaan we het onderscheid zien als hij spreekt over een koninkrijk Gods. Waarover spreekt hij nou? En dan zien we het verschil, want hij zegt in vers 50, doch dit zeg ik, hier ik, ja, niet wij, bescheiden, laten we bescheiden zijn, gaat niet altijd maar ik zeggen, dus wij, nee, Paulus zegt ik, namelijk als de apostel van de heidenen, ik zeg broeders dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Zie je het? Wat hij nu gaat zeggen is dus een openbaring van de Heer Jezus Christus aan Paulus, wat daarvoor nog nooit geopenbaard is geweest. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dus hier zie je dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Nou, wat is daar nou de verborgenheid aan? Ja, het zal in de punt des tijds, we zullen met z'n allen tegelijk veranderd worden. Als je leeft, krijg je ook die verandering van het lichaam. Als je dood bent, zal je opstaan. Maar let op, dan gaan we naar 1 Thessalonicenzen 4. En dan zien wij het grote verschil. In vers 14, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven, zullen tot de toekomst des Heren, dus als hij komt, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn, want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods, nederdalen waar vandaan? Van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En dan gebeurt het. Want wat gebeurt er dan, ja? Nu gaan, daar gaat het dus om. Het koninkrijk van Gods op aarde, Christus, zal naar beneden komen. Komt ook naar beneden. Maar waar komt hij? Naar de olijfberg. En dan zal hij daar ook eenmaal in Jeruzalem gaan regeren. Hier zien we dat hier Jezus komt helemaal niet naar de aarde. Want er staat in vers 17, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo, dat woordje alzo, hè, alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Alzo, dat betekent voor altijd zullen we daar met de Heere wezen. Ja, geen en dan komt hij later naar beneden en dan komen wij ook met hem. Wat ik vroeger ook altijd dacht. Ja, in openbaring 4, de hemel gaat open en dan wordt de gemeente opgenomen. En aan het eind van de openbaring komt de gemeente met Christus weer naar beneden. Niks daarvan. Wij zullen alzo voor altijd met de Heer wezen. Nou, en dat is ook heel duidelijk. Nou ja, we zitten hier vlakbij. 2 Timotheüs 4, ik heb vorige keer al gelezen eigenlijk. 2 Timotheüs 4 vers 18.
voor altijd en dat is het koninkrijk Gods wat Paulus noemt in vers 18. De Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Zie je het? En dat is een koninkrijk wat hemels is, wat in de hemel is. En alzo zullen wij voor altijd bij de Heere zijn. Nou, en dat noemt hij ook. 2 Korinthe 5. Voor dat alzo, even duidelijk dat het voor altijd en eeuwig zo zal zijn. Dat wij bij de Heere zullen zijn, dat is één ding. Maar ook onze locatie, het Koninkrijk Gods, is ook voor eeuwig daar. Omdat aan Israël, dat hebben we ook gezien net, het eerste gedeelte, dat dat koninkrijk wat beloofd werd op aarde, het was een eeuwig koninkrijk. Die steen die ging het vermalen en daarna zou het voor eeuwig bestaan. Dus die koninkrijken daarvoor, kijk maar, door al die eeuwen heen, al die koninkrijken, ze zijn gegaan, ze zijn gekomen, ze zijn weer gegaan. Het laatste was met Hitler en zo, zie je, en zo kan het weer doorgaan, maar uiteindelijk het verdwijnt, het komt. Maar het koninkrijk van God op aarde, dat zal voor eeuwig bestaan. Dus daarna komt geen ander koninkrijk meer. Nou, dus dat is voor eeuwig op aarde. Nou, voor ons, 2 Korinthe 5 vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dus het koninkrijk Gods waarover Paulus spreekt, is een koninkrijk wat in de hemel is, maar ook voor eeuwig in de hemel is. Nou, terug naar 1 Korinthe. En dat is nou een facet van de verborgenheid, onder andere, waarvan als Satan nog geweten had, had hij de Heer Jezus Christus nooit gekruisigd. En daarom lezen wij er ook niks van. Maar Koninkrijk Gods is groot. Maar dat facet waar Paulus over spreekt, dat verschil is weg, Jood en Heiden. Nee, het is voor Jood en Heiden, het is voor iedereen. Omdat het heeft niks te maken met Gods doel. Kijk, op aarde had hij een zegenkanaal, een instrument, dat was Israël. Via Israël ging het de wereld in. Zij zijn degene die Gods woord ook bewaard hebben toen de tijd. In het Oude Testament is het Israël dat de Bijbel heeft bewaard en heeft gekopieerd. Wie is het nu in het Nieuwe Testament of in deze tijd? Dat is het lichaam van Christus. En via hun gaat het woord de wereld in. Via hun gaat het evangelie de wereld in. Dat is nu het instrument van God. Voor zijn koninkrijk wat in de hemel is. Eeuwig in de hemelen. En dat is verborgen geweest in 1 Korinthe 2 vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Doch een wijsheid niet deze wereld, noch de overste der wereld, die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Dus duidelijke taal. Voordat de wereld er was dus al, is het verborgen gebleven. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Christus was niet gekruisigd als het niet verborgen was geweest. Want Satan is natuurlijk zijn macht op aarde kwijt. Maar wat Paulus verkondigt, weten we nu, hij is alles kwijt. Volledig alles. En in het Oude Testament ging het over de aarde, over de hemel. Ja, er was een hemel. Maar er was verder niet zo heel veel over bekend eigenlijk. Door Paulus weten wij nu, ja, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daardoor begrijpen wij nu dat er zal ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En een nieuwe aarde, maar ook een nieuwe hemel. En we weten omdat het heeft te maken met Satan en zijn overste. En Efeze 1 vers 10 legt aan ons uit, laten we daar even heen gaan. Dat zit er precies tussenin, hè? Je leest bijvoorbeeld, je leest in Genesis 1 vers 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hij had ook kunnen zeggen, in de beginnen schiep God het universum, klaar. Of de aarde. Nee, hemel en de aarde. En daar zit gelijk al het hele plan van God in. Want dat is namelijk dat koninkrijk van God. Het universum is het koninkrijk Gods. En dat bevat een hemel en dat bevat een aarde. En Jesaja spreekt er ook over, er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Waarom? Ja, alles is natuurlijk in de macht van Satan gekomen. Christus werd verzocht in de woestijn. En hij zei, ik zal u alle koninkrijken, welke zou die geven?
Op aarde. Hij had het niet over koninkrijk in de hemel. Op aarde. Ja? Want daar ging het over. In het Oude Testament ging het niet over Satan die de macht in de hemel had. Het is Paulus die dat heeft geopenbaard gekregen van de Heer Jezus. En daarom zegt hij nu in Efeze 1 vers 10. En dat was van vorige. In vers 8. Met welke hij overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebbende. Zie het? Het is aan ons nu bekendgemaakt. Niet daarvoor. De verborgenheid van zijn wil. Zijn plan, zijn wil. Er is een verborgenheid in zijn wil. Dat facet, dat deel wat aan Paulus geopenbaard is. Naar zijn welbehagen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. In zichzelf, zie je het? Dus toen Christus aan het kruis hing. Het was bij God bekend. Ja? En daarom is het ook pas later geopenbaard geworden. Om in de bedeling van de volheid der tijden. Wederom alles tot zijn een vergaderen. In Christus. Beide wat in de hemel en wat op de aarde is. Dus wat in de hemel is. En wat op de aarde is. Nou, dat is Gods plan. En nu zijn we dus bezig. Dat koninkrijk Gods. Wat in de hemel is. En dat is alleen aan Paulus geopenbaard. En is te alle tijden is dat verborgen geweest. Nou, dan zie je aan het einde van openbaring. Zie je ook de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. En dan zal zijn God alles en in allen. Dat wil zeggen. Alles is in Christus. Nou, daar hebben we het hele plaatje. Dus als wij nou in Efeze zitten, dan snap je ook dat Paulus, alleen hij spreekt in vers 3, dat wij zijn gezegend. Hij heeft ons, wie zijn dat? Het lichaam van Christus, gezegend met alle geestelijke zegening waar in de hemel. Terwijl Israël spreekt niet over zegening in de hemel. En dan zien we als het woord niet recht snijden, ik zei het net al, dan ga je dus in die lijn voort vanuit de evangelie. Ja, dan spreken we over, ja, al deze dingen zullen je toegeworpen worden. Zoek eerst de koninkrijk Gods. Nou, dat heb ik gezocht. En nu, Heer, ga mij zegenen. Ja? En dan vragen de mensen soms af, waarom word ik nou niet gezegend? Sprak pas, ik weet niet of ik het vorige week verteld heb. Ik was bij een klant, die man was voorganger van een grote evangelische gemeente in Dordrecht. 1400, of 1200, 1400 mensen geloof ik. Zo was het, 1400 gezegd, ja. En toen had het over kanker. En hij was een weduwnaar. En de vrouw waar ik aan het werk was, was een weduwe. En die man was hart- en hartstilstand in de 40. Zijn vrouw was aan kanker gestorven. En ik heb gesproken over het evangelie en over Paulus enzovoort natuurlijk. Ik zag mijn kans schoon. En toen zei hij ook van ja, ik heb veel preken gehouden over genezingen van de Heer Jezus. Hij genas dit en dat en dat. Hij zei, maar ja, toen werd mijn eigen vrouw niet genezen van de kanker. Hij zegt, daar heb ik een hele moeilijke tijd mee gehad. Ik zei, ja. Ik weet de oplossing. Moet je opletten dat je niet hoogmoedig bent. Even in liefde de waarheid natuurlijk vertellen. Ja, maar dat zie je gelijk, ja. Omdat op zich is hij natuurlijk wel bijbels bezig. Alleen, hij zit op de verkeerde bladzijde. Hij zit midden in het koninkrijk waar inderdaad die beloften zijn en waar het ook zal gebeuren. Maar in het koninkrijk Gods waar wij over spreken, in het hemels koninkrijk, daar hebben we het nu helemaal niet over. Kijk, wij worden wel genezen hoor. Dat gebeurt als de Heer ons komt halen. Ja, en we worden allemaal wat ouder. De gemiddelde leeftijd van deze gemeente die loopt een beetje op. We hebben nog een jonkje hier en daar lopen. Maar dat krijgt dus ook meer met dat soort dingen te maken. Dat je weet, maar goed, eenmaal in de toekomst worden we opgenomen. En dan is het allemaal over en hebben we dat nieuwe lichaam. Ja, en dan zal het allemaal vermaakt zijn. Maar goed, de geestelijke zegeningen. En als we recht, niet recht snijden, dan blijven we met de aardse zegeningen bezig. En dat komt ook, dat we handelen ook op basis van de wet. En als je gehoorzaam bent, dan zal je de Heer je zegenen. Nee, het zijn geestelijke zegeningen en dan niet alleen die, maar ook in de hemel. Als we dat goed begrijpen. En in 2 vers 6 zie je ook staan. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Boven, kijk 1 vers 21. Ver boven. Alle overheid, alle. Alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Wij zijn gezet boven alle dingen. Boven al die overheden en machten. Want dat is ons koninkrijk. Daar zit hij nu, Satan, met de overheden en machten.
Maar dat koninkrijk is die kwijt. Dat is aan het kruis gebeurd. Daarom zegt Paulus ook, door het kruis. Ja, het is pas aan hem geopenbaard. En daarom hebben wij nu de volle laag, zijn wij nu het voorwerp van de toorn van Satan. Omdat wij verkondigen dat hij ook dat kwijt is. Door het geloof alleen. En hij probeert mensen wijs te maken, ja, maar geloof plus bla 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 bla. Nee, Christus heeft alles overwonnen. Toen hij zei het is volbracht, wij weten nu door Paulus, het is werkelijk, hij heeft alles volbracht, maar hij heeft ook werkelijk overwonnen. En wij met hem, want wij zijn met hem gezet daarboven. En dan zie je in vers 23 welke zijn lichaam is en de vervulling, degene die alles in allen vervult. Oké, dus we hebben nu gekeken, we hebben nu dus in deze paar bladzijden gekeken, ja, ik zal even zo doen, de brief van Paulus. En nu snappen we hoe het zit. We snappen nu het zit, ja. We hebben hier over dit gedeelte op het bord Israël. Maar als we dan kijken daarboven, dat is waar wij zitten. En dat lezen we alleen bij de brief van Paulus. Als Paulus daarom zegt in 2 Timotheus, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Waarom begrijpen wij dit nou? Omdat wij hebben nu in de brief van Paulus gelezen en vanuit zijn gezichtspunt, zijn leer, die hele Bijbel gelezen nu. Dus ik kijk nu naar het koninkrijk net. Eerst gedeelte, zoals we zagen met Israël, kleine kudde. We weten hoe het zit. We weten hoe het was. We weten hoe het gekomen is dat wij nu 2000 jaar, dat we dit nu niet zien. Met Israël ook. Bid voor Israël, dat mag. Maar je mag ook voor Engeland bidden. Je mag voor van iedereen bidden. Niet specifiek. Maar hoe weten we dat nou? Omdat wij hebben nu door de Paulus, hebben wij nu zicht op dat geheel. En we weten ook de bedenkende genade. Wij weten ook, als er rampen gebeuren, is het niet omdat Nederland ongehoorzaam is. Het heeft allemaal niks mee te maken. En dat zoomt die toekomst hier op aarde gaat gebeuren. Maar dat we nu in die tussenperiode van de bedeling en genade leven. Nou, de Heere geeft je verstand in alle dingen. Krijg je alleen op deze manier. Als je dat zo niet doet, heb je geen verstand in al die dingen. En dan heb je compleet chaos en verwarring. Dus terug naar Handelingen 28. Als Paulus daar dus over spreekt, ja, dan zie je Handelingen 28 vers 24... En sommigen geloofden wel, dat zijn de Joden die bij Paulus zijn gekomen. Hetgeen dat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Nou, sommigen van de Joden geloofden wel. En dat zijn dan net de Joden uit dat volk wat de zonde tegen de Heilige Geest begaan heeft. En Paulus ging al die jaren naar dat volk toe, die generatie zeg maar, die sterft uit die dat nog gedaan heeft. De telefoon gaat echt de volgende keer uit. De generatie die zonde heeft. En daaruit zit nog dat overblijfsel. Wat nog in het lichaam van Christus komt. En daarom ging Paulus naar de Joden. Dus je ziet hier ook staan. Sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd. Dat zijn degene Joden die in het lichaam van Christus kwamen. En sommigen niet. En die blijven onder de toorn van Gods die gekomen is. Tot het einde. Nou, dan gaan we door. Even het hoofdstuk aan het eind. In vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. En dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkaar. En Paulus II bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen. Predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Nou, dan zie je allen, ja, dat zijn Jood en Heiden. En in vers 31, het koninkrijk Gods, dat is het koninkrijk Gods waar hij over spreekt. Dat koninkrijk dus wat verborgen was. En misschien kunnen we nog even naar een tekst uit Matteüs 25. Paulus spreekt over het koninkrijk dus wat verborgen was. Ja, dat hebben we duidelijk gezien. En in Matteüs 25, vers 31... Dan zien we staan dat als de Heer Jezus terugkomt, ja. En dan gaat het weer over dat vlak voordat hij het koninkrijk in zal gaan. In zijn heerlijkheid en al de heiligen met hem, vers 31. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. De volken, ja. Volken. Heidenen dus. En hij zal hen van elkander scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Je ziet het dus ook in orde, hè? Welke heidenen gaan het koninkrijk in en welke niet. Hebben ze Israël gezegend of niet? Als dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders. Ja, zij hebben Israël gezegend, dus worden zij door God gezegend.
Beërf dat koninkrijk welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Vanaf de grondlegging der wereld. Voor hun, voor de heidenen. Vergeet niet, met Adam. Hij moest heerschappij voeren. En het land bewerken en hij moest heerschappij gaan voeren. Ja? Het was vanaf dat moment de bedoeling dat God zou gaan wonen daar. Uiteindelijk is het koninkrijk natuurlijk voor iedereen. Ook voor de heidenen. Alleen Israël aan het hoofd. Dat is later in Genesis 12. Is dat besloten omdat de heidenen. Die heeft hij aan zichzelf overgelaten. Maar uiteindelijk ziet het is het koninkrijk vanaf de grondlegging der wereld. Het is al vanaf Genesis 1 zo de bedoeling geweest. Vanaf de grondlegging der wereld. En Paulus spreekt over dat het was verborgen. En als je kijkt, ik wil nog twee teksten met jullie lezen en dan stop ik. En dat is Psalm 115 vers 16. Psalm 115 vers 16. Hier was nog niks van Paulus bekendgemaakt. Hier zie je dat de Heere dat dus ook verborgen houdt. Ja? Achteraf kunnen wij hier dat... Kijk wat staat er. Aangaande de hemel. De hemel is dus Heere. Met hoofdletters. Maar de aarde heeft hij de mensen kinderen gegeven. Dus de aarde is voor de kinderen van de mensen. Ja? Maar hier wezen... Maar Paulus laat nu zien... dat de hemel is ook voor ons. Is voor het lichaam van Christus. Maar hier zie je totaal niets daarvan staan. Dus kon men dat ook absoluut niet weten. Of ook niet in dat woord lezen. Men kan wel zeggen, ja, in verborgen vorm, typologie zien we het lichaam van Christus. Staat er niet. Nou, de laatste tekst is Romeinen 16 vers 25. Romeinen 16 vers 25 en 26. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dus mijn evangelie, de prediking van Jezus Christus, maar in overeenstemming met de verborgenheid die aan Paulus geopenbaard is door de Heer Jezus Christus. Van de tijden der eeuwen verzwegen. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften. Naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Zie je het? Dus dit is van voor de grondlegging de wereld al. En in Efeze 1 vers 4 zegt hij het ook. We zijn uitverkoren in hem voor de grondlegging de wereld. Nou, ik hoop hier dus handeling 28 sluit dus met het koninkrijk gods. Het begint met het koninkrijk gods. Dat is waar we het eerste uur over hadden. En het eindigt met het koninkrijk gods. En dat is de tijd waarin we nu leven. Dat is het koninkrijk Gods van Paulus over spreken. Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord zo duidelijk is. Als het maar. Het begint sowieso dat wij de waarheid ook erkennen. Namelijk dat Paulus de apostel is die het aan ons moet vertellen. En u hebt het in zijn brieven op laten schrijven. En als we dat erkennen, Vader, geeft het ons ook duidelijkheid. En geeft het ook een koers, Vader. En het geeft ook een zekerheid, Vader. En het maakt een eind aan alle verwarring. Vader, wil u daarvoor danken en ook alle eer geven. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. 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 Hallo, stop. Oké. Okay.